Vrijdagavond is de eerste editie van Rush Hour. Een race waarbij profielrenners een uur lang meerdere keren een rondje van 2,5 kilometer zullen afleggen. Profrenners zoals Nicky Terpstra en Lars Boom zullen hun opwachting maken in de binnenstad van Nijmegen. Organisator van Rush Hour, Tim van Os, legt het concept van de wedstrijd uit. Rushhour is een wielerwedstrijd dwars door de stadcentrum van Nijmegen. De wielrenners komen uit het hele land, uit Nederland en maar ook uit België. En ze gaan een uur lang rijden en elk rondje valt er één af. Dus de langzaamste moet stoppen en dan blijven de beste, we schatten 20 renners, blijven over. Het is een supermooi parcours, heel uitdagend. Het begint op de grote markt en dan komen ze hier langs Café Faber. gaan ze over de Hertogstraat via de Waalkade. Dus uh, dat zijn een beetje de hotspots. Dus het Faberplein, de Waag en uh, ook de Waalkade. Ja, zelf uh, zijn we enorm liefhebbers van het wielrennen. En uh, het is super spectaculair om te zien. Vorig jaar ook bij de Giro uh, gezien hoe mooi het kan zijn als, uh, als al die wielrenners voorbij razen. En uh, het brengt veel leven in de brouwerij. Er zijn een aantal dingen waar we nu helemaal druk mee zijn. We moeten in een hele korte tijd 2,5 kilometer hekwerk aan twee kanten. Dus 5 kilometer hekken plaatsen. Er moet allemaal boarding op aangebracht worden. Alles moet leuk aangekleed worden. En dat moet allemaal in drie uur gebeuren. Dus dat is een beetje een militaire operatie om dat voor te bereiden. En verder uh, ja, zijn we heel druk met uh, media, de pers die belt en uh, die willen weten wie er starten en uh, hoe, de, hoe de wedstrijd, omdat het vernieuwend is, hoe dat allemaal in zijn werk gaat. Dus uh, daar zijn we vooral, vooral druk mee nu. Volgend jaar zouden we weer graag uh, Rush Hour door de stad willen organiseren en uh, wellicht ook in andere steden. Het is heel belangrijk dat we, dat we, belang, dat we grote namen aan de start hebben, zeker in de eerste keer. En uh, ja, je ziet dat Wout van Aert dat is een uh, wereldkampioen, uh, veldrijd uit België. En er komen gewoon heel veel Belgen. Dus de, de Belgische televisie komt, maar ook heel veel mensen komen vanuit uh, Antwerpen, uh, Gent, Brussel. Uh, komen naar Nijmegen om te kijken. En uh, ja, we hopen op een mooie battle tussen de Nederlanders en de Belgen. Vrijdagavond kun je vanaf half zeven live meekijken op N1. Via Facebook, N1.nl en TV hoef je niks te missen van Rush Hour.